BNP Paribas Fortis stelt voor. Ja, dat is natuurlijk pas achteraf dat je dat dan eventueel kunt identificeren als belangrijk of niet belangrijk of onbelangrijk. En binnen 10 jaar, dat heb ik ook wel met films die je hebt gedaan hoor. En je kijkt daar toevallig nog eens naar terug of die passeren. Dan heb je dan nog meer zicht op hoe belangrijk of onbelangrijk dat die dan achteraf blijkt te zijn of niet meer te zijn. Of dat is maar iets wat de jaren eigenlijk zullen uitmaken. Maar deze film heeft misschien inderdaad buiten de film als film, hè, want uiteindelijk is een film, dient die om mensen 90 minuten toch te entertainen op de een of andere manier. Maar ik denk dat je doelt op het belang, op het breder maatschappelijk belang dat de film inderdaad misschien wel in zich draagt. Het belang van een maatschappelijke discussie terug op gang te brengen over justitie of over procedurefouten in het bijzonder. En ik denk dat de film daar absoluut van betekenis kan zijn. Ik hoor nu al een aantal mensen uit het milieu zeggen dat de film in het onderwijs of op de universiteit moet gebruikt worden, bij de opleidingen rechten moet gebruikt worden, omdat hij een heel goed beeld geeft van een en ander, een heel juist beeld ook. Jan heeft dat niet zomaar vrijblijvend geschreven, of niet? Er is heel wat engagement mee gemoeid. En heeft dat ook heeft zich heel goed laten voorlichten en inlichten. Dus wat er staat en wat je ziet, dat klopt ook. Ja, dat klopt ook allemaal. Maar een breder maatschappelijk debat, ik voel dat nu al, dat die film dat aan het doen is. En hij moet nog in première gaan. En dus brengt wel wat teweeg. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.